on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Beneden, beneden, omhoog, 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 omhoog. Omlaag, omlaag voor jou. Yes. Oh. Nou, ja. We zijn dus voor de tweede keer bezig nu. Tweede aflevering. We zouden eigenlijk met subs opnemen, met degene die bij mij zouden komen ook. Bij de dagje bij de Kings. Ja. Maar, wat blijkt, en niemand heeft het in de comments gezegd. Je kan helemaal niet 2-2 vriendschappelijk spelen bij FIFA 15. Yep. Dus... wij moeten nu iets gaan verzinnen natuurlijk, dat het elke keer spannend wordt. En je ziet, ik speel nu met Torino. We hebben gezegd, oké, ik mag maximaal 4 sterren hebben. En Vis speelt met Real Madrid. Dus als ik nou weer verlies, dan moet jij met 3 sterren. Ja, als ik weer verlies, moet ik een halve ster. Nee, we hebben eerst gezegd 4 sterren, maar hier nou moet ik een halve ster. Kijk, kijk, kijk. Ik speel al met Torino. Torino, de tweede club uit Turijn. Maar ja, we gaan het proberen. Oké. Okay. Gaan we spelen. Nou, ze spelen als Serie A. Dus mensen die mee willen doen, dat kan niet in deze serie. Het is Vis tegen King en het kan niet. We hadden het graag gedaan, maar gereed, ja. Ja. Ik speel wel in het wit, ja? Ja, het zwart. Mooi. Ja, mooi. Oké. Okay. Het contrast moet groot zijn. Oh, wacht. Oh, shit. Ik heb ook Benzema. Opstelling. Ah, ja, ik moet oppassen met 4-3, hè, met zo'n kut team natuurlijk. Benzema, Ronaldo... Bale, oké, redelijk. Wie is mijn snelste spits dan hij? Redelijk hoor. Ik ken al die gasten niet, joh. Hij is snel. Kom op nou, Paul, je hebt zoveel verstand van voetbal. Jij moet gewoon elke club weten. Nou, voor mij weet je wel van heel bepaalde clubs, toch? Nee, ik weet heel veel. Ja, zeg geen gelul. Ik weet echt heel veel voetbal. Ah, Paul, ik heb lek. Nou, lek. Oh, zo, het is bijna raak. Torino! Thuis tegen Real. Stadio Classico. Ik speel wel thuis. Misschien dat ook voor. Nee hoor. Of speel je ook thuis in jouw beeld? Nee. Deze wedstrijd. We gaan hem nu gewoon bekijken. Ik merk nu al dat mijn mannetjes langzaam zijn. Dat is wel een verschil met Robben en zo. En Ribéry. De bal. Benzema staat te popelen. En wordt inderdaad door de lucht aangespeeld. Oh, de blok. Ah! Kippie! Oh! Dat is ook hè. Wat hebben we met Cam even gezet? Oh, nee! Bam, bam, waarom doet mijn mannetje niks? Uh-oh. Scheidsrechter! Goed zo. Voor de mensen die denken, waarom speelt Paul nou met slecht ploeg? De eerste wedstrijd had ik 6-0 gewonnen, komt ook de rode kaart. Maar daarom doen we dus gewoon, is ook de regel. Als Vis dik wint, moet hij weer een ander team nemen bijvoorbeeld ofzo. Kutzooi! Zullen we gaan opzetten nu? Ja, mijn mannetjes zijn echt... Turijnse Mongolen! Oh, de keeper is wel goed. Oh! Fabio Quagliarella. Wat is dat voor bal? Wat een bal. Hè? Nee! Goed stap, jongens. Lekker! Weet je niet eens dat het buiten spel was, hoor. Oh, dat is een smeer! Nee! Wat een kans! Dag, Paul. Wat een kans met Torino! Nee! Slechte bal, Chris. Oh! Nou ja. Scheids! Oh! Scheids! Vrager en zo. Nee, scheids penalty, man. Scheids, hoor nou. Nou, penalty voor een gegeven moment wordt het heel moeilijk. Hé? Nou, dat gebeurt wel tot FIFA, je hebt eigenlijk gelijk. Voor FIFA was het een penalty. Voor echt voetbal niet, maar voor FIFA was het een penalty. Oh nee, die Benzema! Niet! Oh. Kijk in mijn Benzema! Ja, bezit, hè? Is hij bezit? Ja! Lekker hoor. Hij is grijs! Rood! Nee. Ik deed niks, hè? Ik deed echt niks, hè? Het is rood, als je het dan beeld zien. Ja, maar ik deed ook helemaal niks nu. Ik vind het rood. Maar ja, vorige rode kaart in de vorige match was vorige match. Dat is een beetje overdreven, dan staan we kiet. Ja, tuurlijk! Oh. Ik ga even een ander speler laten nemen. Kijk, een tactiek ze hebben, jongen, die gast. Ja, ik liet eerst hem lopen. Waarom zijn ze allemaal rechts? Heel Torino is rechts, hè? Misschien mijn keeper niet. Oh, nee. Oh, ja, Mari. Kom op, jongens. Hup, nou. Ik kom ook helemaal niet uit, weer. Ik speel zo slecht nu, Chris.
Nee. Dat is een Torino! Scheid. Nee, niks tegen. Scheid. Jij. Huh? Wat is dat nou weer? Oh, bijna een goede bal ook, die crossbar. Nee! Oh. Nee! Gerrit. Wat is het nou? Wat staat er nou op? Ja, Gerrit wist hem. Ah. Oh. Nee. Ik zet veel te veel druk met het zo'n slecht team. Nee! Oh! Van Basten! EK88 was het bijna. Dat is wel heel erg dromerig hoor, Paul. Nee. Oh! Nee! Jee. Nee! Oh man. Oh my god. Torino, hè, gewoon. Benzema. Oh, scheids. 1500 knoppen in, waarom weet ik niet? Ik was helemaal in paniek. Hé, dat is scheids, vierde man. Normaal toch, ik zit er al tussen. Ja, nou en? Raak hem, ja. Hè. Maar het is toch niet een opzettelijke van hier heb je hem, kiepie. Benzema staat te popelen en wordt inderdaad door de lucht. Kom op nou, beetje, oh. Risico, hè, met Torino. Hey. Oh, nee. Mijn mannetje gaat traag. Oh, jongen, je was bijna de... Hey. Oh, is dat mijn mannetjes zo fucked up traag zijn? Ik ben wel heel gefocust met Torino, dan weet ik je kans weggegeven. Dat zou een trager zijn. Kom op nou. Oh, ik moet ook veel vaker spelen, man, even. Ik speel het echt veel te weinig. FIFA. Ja. Kom op. Nee. En de paal aan, die komen erin, man! Nee. Nou. Buitenspel. Oh, ja, goed gestapt. Hé? Ja, dat is eigenlijk je tante. Gewoon. Ja, je bent die bal gewoon kunnen hebben, hè? Wat gebeurt daar nou weer? De doelman leek geen moment te twijfelen. Storm zijn doel uit en met succes. Nou, 0-0. Ik denk dat je niet moet klagen. Je hebt ook één grote kans gehad, maar... Alsnog is er weinig te klagen, hoor. Wel een opening aan de andere kant. Oei. Nee, dat is toch een kutbal, Chris? Oh. Nee! Alles was goed. Voorzet niet. Maar ja, man, ik zit natuurlijk heel goed met voorin met schieten en zo. Eén kans, echt groot, andere gaat er niet. Oh. Nou, ik kom er niet langs. Waarom ben ik het zo traag? Hij kan de bal afspelen naar rechts. Buitenspel. Niet? Nee, en dat is irritant. Want jij zit buitenspel. En daarna ging ik twijfelen. Godverdomme. Ga je met de fluit, hè? Nee, dat moet niet stoppen, hè? Oh, Paul, draai dan weg. Nee! Ah! Oh! Zo'n mooi balletje! Je moet erin! Ik kom er niet meer uit nu weer. Oh nee! Man! De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. Wat een kansen krijg ik nog, zeg. Nee! Oh, Torino! Torino! Ik weet niet eens wie er scoort! De aanvoerder! Ik weet niet eens hoe die heet! Maar het is Torino! Het is Torino! Ik noem hem gewoon Torino. Gran Torino gescoord. Ja, Glik. Camille Glik. De altijd lastige Camille Glik. Oh, ja, wel terecht. Ik kan zeggen wat je wil. Het gaat natuurlijk een stukje stugger met Torino. Nog kan ik je goed onder druk krijgen. Dat vind ik wel knap. Kom op nou! Oh, maar die zit allemaal 50 meter langer. Kom op. Weg is weg. Oh, ik wil eigenlijk niet winnen, want dan moet ik hier nou eens half sterretje beneden. Dit is al echt eens. Je merkt echt verschil gewoon. Hé, hey, wat
is dat nou? Een beetje hakkie. Dat kan er helemaal niet in het echt. Amori. Oké. Okay. Nee. Fabio Quagliarella. Oh, kom op, spelertjes. Blijf kijken. Oh nee. Zijn er niet zo'n goals? Moeilijke beslissing hoor. Laat spel. Hij had een vrije schietkans. Grote kans. Oh, kijk hem nou. Wat doet hij? Hij weet het niet meer. Nee. Hij komt... Oh, hè? Huh? Dat vertekent heel erg. Hey, dat wou ik helemaal niet. Ik wou toch naar boven meteen. Ik was het verkeerde mannetje geworden. Oh nee. Ja, dat klopt wel. Want ze waren... Even veel een balbezit, ja. Maar ik ben wel wat sterker, jongens. Uh-oh. Ruimte voor de voorzet. Voorzet geeft kans. Nee! Come on! Die hebben ze daar ook gereden van. Ik dacht dat ze stuk. Hij staat nou door die knietjes heen. Oh yeah. Torino. Oh kut. Kom op, daar Chris! Die moet erin! Laat het spel. Goal, hij ging er niet eens in. Het is een goal. Hij dat was een... Wat was er geen buitenspel? Ik denk, wat? Ja, toch wel, Paul. Blijkbaar, oh ja. Oh. Oh. Heb je massa, je bent sneller, kijk. Schoten, jij 5. Nou, wat? Ja, het wil gewoon vandaag niet lukken. Oh, hé! Ja, en nu? Hier ging hard. Die mag erin! Mag erin! Nee. Holy shit. Een loop to waffen 6. Herman stijl hoor, dit. En hij wordt nu aangevallen. Penalty! Nee hoor. Wat is dat? Niks in te brengen, dat staat gewoon voor hoor. Nou weer. Hij staat voor. Ja, alles of niks. Het slak achterin. Gaat dit hem worden? Wordt gevaarlijk. Oh, keeper had hem, hè? Zo. Het blijft spannend hoor. Nou, dat doet hij wat goed, die keeper. Deze is veel moeilijker dan die bal van net. Hij is ook dizzy nou, hè? Jezus. Doe nou maar een... Hey! Oh. Moretti. Nee! Doelman is goed bij de les en kan de bal... Kijk, zet de bal. Geen probleem. Daar is de bal. Succes. Nou, ik moet het wel proberen. Goed uitgekomen door de keeper. Hij wist gewoon dat die bal zou hebben. Vrij trap. Blijven de kaart op zak. Nou, die ging er ook in met die rode kaart, hè? Straks in de vorige... Je hebt ook rood trouwens nu, hè? Hé? Hey? Nee. Ja, maar net ik denk gewoon, zij kan toch dat je gewoon de weg... Ja, dat is toch terecht. Ja, maar ja, het is toch afgelopen naar die vrije trap. Of ze de voorsprong kunnen behouden. Ja, ik kan die vorige vrije trap van jou herinneren. Ja, dat zeg ik. Dat was hier, hè? Ongeveer. Ja, het is meer naar buiten. Het is meer naar de zijlijn, die wordt niet. Oké. Okay. Penalty! Nee. Jongen. Zware goede overwinning. Ik zeg niks. Publiek mag beslissen. Toen nog te spelen. Je hebt nog gewoon 3 punten ook nog. Zo. Delhi. Mensen die slaat er zo zijn. Open Delhi. Ja. Hij is een kans voor jou. Dat was ik. Oh, die was ik ook trouwens. Jij hebt daarna een kans. Ja. Nee, geen revanche. Nee.
Gewoon eventjes... Oké. De stats wil ik zien. 11-5. Dat is groot voor mij. Of een 5 op doel, oké. Nou. Oh, man. Bruno Reijer zat een 9,5. Mijn keeper niet, denk ik. Wat? Nee, Bruno Reijer zat een 9,5 in mijn team. Maar oh, je hebt ook nog op de paal geschoten. Ja, overkans weer. Als je nou te kijken, je... Oh, ja. Ah, ja, ik heb echt een... Het had wel gelijk moeten zijn. Maar ja, als... Dat is voetbal. Soms bal is niet... rond! Maar nou mag ik wel weer een ding omhoog, dat scheelt. Ja. Dan mag ik weer gewoon met een normaal gelijkwaardig team spelen tegen elkaar. Ja. Dat is wel leuk. Ja. Want anders gaat het wel hard als ik nu weer zo moet spelen. Ik mag gewoon, als ik win, moet ik eentje naar beneden. Gelijk spel moet ik zo blijven. En als ik win van Visie, of verlies natuurlijk, mag ik weer terug. Yes! Yes, bye bye! Bye bye.